Jammer. Cardio Rex is veel zwaarder dan Chris. Ontzettend leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we iets speciaals doen. We gaan olijfolie proeven. Maar niet zomaar. Word je echt van olijfolie dik? Of kan je er tegenaan? Hun gaan dan alles vertellen over olijfolie. De heren van Daily Creta. Kom maar mee. Kijk. Daar zijn ze. Hey. Heren, ontzettend leuk. We zijn jullie in de keuken. Wat een eer. Ja. Ik waardeer het echt. Ingelijks. Vertel, wie zijn jullie? Ik ben Boas Deen, mede-eigenaar samen met deze meneer van Lodewijk Creta. Lodewijk Varenkamp. Ja. En we gaan proeven. Zeker weten. Jullie hebben echt een mooie collectie van mij hier klaarstaan. Uiteraard. En we gaan de kijkers al laten zien hoe we het beste olijfolie kan proeven en hoe we het beste kan gebruiken. Ja, dus ik heb een zin in. Kun je ons vertellen hoe het is ontstaan eigenlijk? Zeker. Mijn ouders hebben al 20 jaar een huis op Creta, Griekenland, een prachtig eiland. Ik zelf kom er al 31 jaar. Wow. Ja, dat is al heel lang. Ik ben 35 ondertussen, zou je niet zeggen. En eigenlijk was ons doel om een keer om iets te ondernemen, maar wat precies wisten we niet. Uiteindelijk is het idee ontstaan om, mooie, eerlijke, biologische producten uit Creta te importeren. Olijfolie lag erg voor de hand, dus we hadden wel zoiets waar als we het gaan doen, dan willen we iets heel bijzonders. Ja. En ook iets wat gewoon hier nog niet te krijgen is in Nederland. Hey, maar voordat we gaan proeven, ja. Kun je me vertellen over de design van dit fles? Want ik vind ze wel echt stijlvol. Zo mooi, hè? Ja, fantastisch. Top. Wij hebben 5 verschillende verpakkingen eigenlijk, ja. Met daarin 3 verschillende varianten olijfolie. Ja. De witte noemen we de Bio Extra Virgin. Ja. De blauwe noemen we de Mountain Farming. Ja. Het woord zegt het al, hè? Ja. En de groene noemen we Early Harvest, vroege oogst. Okay. Dus eigenlijk de witte kleur geeft ook aan dat deze wat milder is van smaak. Ja. Deze is wat meer pepertjes zit erin. En deze qua geur ook heel grassig. Oh, mooi. En de vroege oogst is dat is wel, hij noemt het de koning. Ja. Omdat het gewoon, het is kwalitatief gewoon van topkwaliteit. Ja. Wat betreft verpakkingen, zoals deze kleine flesjes. Ja, die is mooi. 100 ml is dit. Wow. Het is leuk om cadeau te geven. Ja. Maar word je er eigenlijk dik van, olijfolie? Word je er dik van? Ja. Eigenlijk juist niet. Ja. Nee, dat is wel grappig, Donovan. Kijk, laten we wel wezen, het zijn verschillende soorten olijfolie. Ja. Hè, en waar we het hier over hebben, dat is een goede, kwalitatief goede olijfolie. Ja. Waar niet mee gerommeld is, want dat gebeurt er ook. Mm-hmm. Maar dus als we even uitgaan van een goede, kwalitatieve olijfolie van de eerste persing, dan word je daar niet dik van. Nee, tegendeel. Mm-hmm. Het kan helpen bij gewichtsverlies. Ah. Zal ik je wat meer vertellen over hoe dat komt? Kijk, dat is eigenlijk als volgt. Sowieso zitten er heel veel vetten in, hè, natuurlijk. En dat is denk ik ook waarom die vraag logisch is. Ja. Word ik daar dan dik van? Maar vetten zijn een van de belangrijkste bouwstenen voor je lichaam. Mm-hmm. Die zorgen voor een verzadigend gevoel. Mm. Dus dat is alvast belangrijk. Plus, ze zorgen er ook voor, of eigenlijk voorkomen ze dat je bloedsuikerspiegel hard stijgt. Dit is het moment. En we gaan proeven. Kijk, dit is dus van vroege oogst. Dus wat gebeurt er? En die olijven. Die hebben natuurlijk, die rijpen zeg maar hoe rijper de olijf wordt, hoe meer olie die geeft en hoe slechter die kwaliteit is. Aha. En dus hoe hoger de zuurtegraad wordt. Ja. De zuurtegraad, dat is zeg maar een meting, is een olie een virgin of een extra virgin. Ja. En dan mag je maar een bepaalde waarde zuurtegraad hebben. Ja. En dus hoe langer je wacht, hoe meer olie die geeft, dus meer op kan brengen mogelijk. Ja, maar ook hoe slechter de kwaliteit wordt. Uh-huh. En wat dit product, dus die vroege oogst dan doet, dat zijn dus olijven die zijn er nog een 2 weken eerder geplukt. Ten opzichte van de bio of van de mountain. Ja. En dus die worden eerder geplukt, waardoor het dus rauwere olijven zijn die minder olie geven. Ja. Maar de kwaliteit en de kracht die olie geeft, die is fenomenaal. En dat, is wat we nu gaan proeven. Prachtig, dan moeten we proosten trouwens hier. Nou, dat doen we gewoon. Ja? Dat doen we gewoon. Kunnen we doen, maar we kunnen nog niet. Hè, dit is ook een proces op zich. Ja. We moeten hem even in je handpalm houden. En dan een beetje walsen, dat is met wijn eigenlijk, ja. Die maak je dan niet echt walsen. Ja, want je wil dat, dat de olie een beetje op handtemperatuur, dat die iets verwarmt. Iets verwarmt ten opzichte van nu. Goed om te weten dit. Af en toe even ruiken ook. Ja.
Nou ja, dat kan. Ja. Ja, ja. Niet te veel, want hè, dat gaat toch de geur weg. Nee, op het moment dat hij verwarmt, ja. dan komt er natuurlijk meer geur en meer smaak vrij door. Nou, ruik eraan en ja. Ja, vertel wat je ruikt. Is goed? Ja, ja, eerst maar even ruiken. Er gebeurt echt iets met mij achterkies. Dat is yeah. persoonlijk. Ik achterkies? Ja, of we gaan dingen los en we komen. Ja, dat gebeurt wel. Cool. Ja, ja, ja. Als je een slok neemt, laat het gewoon goed door je mond gaan. Yeah. Net als met wijn. En pak wat lucht erbij. Yeah. En dan horen we je wel. Geen één keer voor. Laat je hem. Ik ga het gaan los, gaat het voor doen. Laat je hem een tijdje rondgaan. Mm-hmm. Door je mond. Echt een beetje en weer. En dan proost. Ja. En dan weer goed. Op het moment dat je hem doorslikt, dat je zoals wat Boba steeds, dat je er echt een hap lucht bij pakt. En nou ja, het kriebeltje wat Boba heeft, of het kuchje, dat komt door, ook weer door die polyphenolen, door die antioxidanten die slaan eigenlijk op je keel. Ik kan niet wachten, ik wil proeven. Ja, ga ervoor. Zo. Grappig dit. Heel smaakvol. Wel echt een man pittiger. Wel pittig, hè? Grappig dit. Ja. Jij moet er bijna aan de water. Ja, ik ga er nog eens van. Helemaal snel. Heerlijk. Wat prachtig, joh. Dit is echt zo bijzonder. Want je proeft hem echt op mijn... Je komt in je mond. Je proeft dat je ruikt eerst. Je ruikt natuurlijk wat je net vertelde. Dan komt het in je mond. Dan denk je van, nou, heel zacht, heel warm, het is echt de temperatuur, dat maakt echt verschil. Ja, dat is echt wereldwijd. En dan plak je naar binnen en dan op een gegeven moment, dit zeg maar. Gaan we iets lekkers eten erbij? Ja, gaan we tuurlijk. Iets smaken? Zullen we dat doen? Ja, absoluut. Laten we dat doen. Gaan we dat doen? Een beetje groen houden. Uit de andere papier. Niet door te tellen. Deze heren. Het was voor mij een eer en ik heb echt mogen proeven en echt hun passie mogen horen. En voor mij is het echt natuurlijk één woord dat ik wil tegen jullie zeggen. Ontzettend bedankt voor deze prachtige dag en ik zeg salut. Ja. Je hebt een mooie woord gehoord. Jammas. Jammas. Kaliorexie is eet smakelijk in Grieks. Eet smakelijk. Ben jammer erbij. Wil je ook zo lekker olijfolie thuis? Of wil je iemand mee cadeau geven? Volg deze heren. www.delikreten.nl en ze gaan je alles vertellen over hun passie voor olijfolie.